Niemand mag een andere koers hanteren voor vreemde valuta dan die bepaald is door de Centrale Bank van Suriname. Dit is een deel van de wet die na een marathonzitting in de Nationale Assemblée zaterdagmorgen om 5 uur in de ochtend is aangenomen. De wet is aangenomen met 26 stemmen van de coalitie en de oppositieleden, 6 in totaal, hadden rond 3 uur de zaal uit protest verlaten. Enkele andere opvallende regels die in deze wet voorkomen zijn. Het is een ieder verboden vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren of elk ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. Cambio's mogen alleen valuta verkopen aan de centrale bank. Transacties mogen niet meer in vreemde valuta en goederen en diensten mogen alleen in SRD worden geprijsd. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons hoopt dat met de aanname van de wet de koers een dalende trend zal vertonen. Wij hopen dat met deze wet alvast een eerste dalende trend van de koers mag worden ingezet. En dat we bovendien een meer fundamentele wet hebben aangenomen die regels treft voor de geldtransactiekantoren. En voor hoe wij omgaan met valuta in Suriname op weg terug naar een wat meer, naar een wat betere omstandigheid en een wat beter omgaan met onze valuta. Dank u wel. De aanname van de wet is volgens initiatiefnemer Amzat Abdul van de NDP een gedurfde stap om ordening te brengen in het valutaverkeer. Ook vicepresident Ashwin Adin kwam aan het woord. Het was een zeer gedurfde stap om ordening te brengen binnen het valutaverkeer, binnen de valutatransacties. Het is een zeer belangrijke stap, voorzitter, richting verduurzaming van de valutaverkeer en de valutatransacties, voorzitter. En de ordening, vooral, voorzitter, van de instroom en uitstroom van deviezen van vreemde valuta. Het is een stap richting duurzame wisselkoersen, voorzitter, stabiele wisselkoersen en dat er niet een of andere schommeling, voorzitter, of ontwikkeling ertoe kan leiden dat, voorzitter, wij zitten met een koers die gewoon stijgt of dat we zitten met situaties waarbij er flink gespeculeerd wordt en de effecten daarvan, voorzitter, bijvoorbeeld prijsopdrijving en dergelijke. Het is goed om te herinneren, de essentie. Vooral de burgers die vreesden, uw geld is veilig. Uw geld, uw deviezen zijn natuurlijk altijd beschikbaar voor de meest noodzakelijke zaken. Studie, medicijnen, ja toch, wat is het nog meer? Reizen. Voor al dat soort zaken is het beschikbaar. Het is wat voor niet noodzakelijk is, dat heeft u weggehaald uit de weg. Want het is het laatste wat een burger wil. Huur betalen, kunt u in SRD, uw hypotheek, ook uw aflossing in euro, dollars, als het nou voor een auto is in SRD. Dat waren de niet noodzakelijke dingen die u dan nu wel in SRD kan doen. Dat was vicepresident Ashwin Adin vanochtend na de aanname van de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. Alle 26 aanwezige coalitieleden hebben voor de wet gestemd.